Hoi, welkom bij de eerste video van mijn mega breng je tekening tot leven in Blender training. En dit is mijn zoon Chris. Ergens een keer op een zondagmiddag heeft hij zijn fantasie vrijgelaten en deze chaoswereld gemaakt op zee met straaljagers en komeet, pakjesboot, aliens en veel meer. En zijn spontane creativiteit vind ik echt fantastisch. Hij denkt niet na over wat hij gaat tekenen, heeft geen plan, geen planning en helemaal niet gehinderd door verwachtingen van zijn omgeving. Ja, boeien wat anderen ervan vinden. En het inspireerde mij. Ik dacht, ik ga die hele tekening van hem in 3D namaken. In Blender. Alle objecten en poppetjes heb ik erin gezet en beweging gegeven en zo. Nog niet gezien? Bekijk de hele animatie, link hieronder en op mijn site. Ik ben Bart Valkenier van www.maakietsmedia.nl. Mijn missie om jongeren uit te dagen zich digitaal creatief uit te leven zonder de belemmering van taal of geld. Mijn site boordevol goede gratis software en heel veel video's gewoon in het Nederlands. Deze missie maakte mij filmleraar van het jaar 2020 en nu in samenwerking met Netwerk Filmeducatie ben ik bezig met het maken van een heel uitgebreide Blender training. Met voorbeelden, 3D-objecten en doelopdrachten uit de tekening van mijn zoon. Maar let op, mijn training gaat veel verder dan dat ik jou leer hoe je een kindertekening in 3D kan zetten. Het is jouw start in de wereld van 3D-animatie. Blender is een van oorsprong Nederlandse tool, open source, 100% gratis en waarmee je hele vette animaties kan maken. Blender wordt steeds meer gebruikt voor producties, games en het onderwijs. Je kan er dus veel meer mee dan alleen een kindertekening in 3D namaken. Je kan er alles mee. Check de Blender Open Movies bijvoorbeeld. 100% gemaakt in Blender en online zijn er nog veel meer voorbeelden te vinden van waanzinnige dingen die mogelijk zijn met Blender. Simulaties zoals vuur, rook en water, stof en wind. Realistisch licht en materialen renderen met cycles en of supersnel met Eevee. Met Geometry Node kan je bijvoorbeeld slimme objecten maken zoals dit gebouw waar vanzelf gewoon verdiepingen bij komen en zo. Ik heb een dagje van AI. Ook in Blender is dat in opkomst en gaat de komende jaren echt een grote rol spelen. Dus stap nu in en leer Blender. Ja, want even eerlijk, het is geen één druk op de knop en kijk eens wat ik gemaakt heb tool. Mijn training bestaat uit heel veel video's van ongeveer 10 tot 15 minuten per stuk. Ja, maar wacht, niet gelijk opgeven nu. Ja, er zijn heel wat video's, maar punt 1. In totaal is de kijktijd niet meer dan een gemiddelde Netflix-serie. Kijk, zo is het ook maar weer. En punt 2. Durf jij die uitdaging aan? Want wil je iets bereiken, dan moet je er ook gewoon moeite in stoppen. Het is gewoon zo. En punt 3. Ik heb de training zo opgezet dat je de absolute basis leert, plus een dikke tik verder, waarbij het eindresultaat niet een saai stil leven is, maar een bewegend geheel, jouw meesterwerk. Het begint allemaal met jouw tekening en ja, boeien of je wel of geen tekenskills hebt. Bedenk iets wat je tof vindt, wat bij je past, wat je grappig vindt, prikkel dagen uit of blijf gewoon braaf, het is aan jou. En dan snel door naar de basis van Blender. Wat is wat, schermpjes en de belangrijkste knoppen. Ik ga niet alleen maar praten, maar jou aan het werk zetten met korte, kleine, simpele Blender doelopdrachten. Volgende is die tekening in Blender zetten en alle modellen maken. Leer de basis van werken in edit mode en ontdek de belangrijkste modifiers en bouw alle modellen van jouw tekening in 3D. Nou, heb je al die modellen, dan ga je die klaarmaken voor animatie. Zorgen dat ze kunnen bewegen, zeg maar. Dat noem je riggen. De professionals gebruiken daarvoor een systeem van botten, maar wij houden het nog even wat simpeler en houden de bewegingen kleiner met behulp van shape keys. Nou, het oog wil ook wat en dus door naar materialen. Van glimmend tot dof, van doorzichtig tot plastic naar metaalachtig, het kan allemaal. Ik laat je zien hoe je objecten de juiste kleuren en materialen kan geven. Tijd voor magie. Breng licht in de wereld. Een krachtige tool om aandacht te sturen. Ga aan de slag met HD Rise en echte lampen. Zet die gloed aan en maak het prachtig. En dan breng je tekening echt tot leven met beweging. En ik leer jou de basis van keyframes. In Blender kan je zo ongeveer alles animeren. En ik laat je zien hoe je de animatie kan plannen, je modellen kan animeren en verschillende shots maken met die digitale camera. En na al dat harde werk is het tijd om de computer aan het werk te zetten, renderen. Maak van jouw animatie een echte film. Of doe het online via Sheepit als je zelf even niet zo'n krachtige PC hebt. Post-processing komt na renderen en is de laatste stap. Moet je nog wat editen, toch nog een beetje knippen en plakken in je animatie? Ga aan de slag met het geluid, muziek en maak je animatie helemaal af. En dan ben je helemaal klaar voor deel 2 van de training, TNAK, met nog meer verdiepende tips, training en technieken. En punt 4, je gaat niet alleen maar kijken en luisteren naar mijzelf, je gaat ook aan de slag. Ik heb alle video's opgedeeld in gewoon even kijken en even doen.
heel belangrijke video of een heel belangrijke video, een belangrijke doelopdracht of een grote belangrijke doelopdracht, extra achtergrondinfo of een speedvideo met alles nog een keertje snel achter elkaar. Heb je al 3D-kennis of ken je Blender al een beetje? Ga dan voor de video's met een vlammetje. Maar loop je daarin toch een beetje vast? Check dan gewoon alle video's. Want heb je nog nul ervaring? Laat me je vanaf nul meenemen. Deze training is veel meer dan alleen deze video. Check mijn site voor veel, veel meer. Alle video's staan daar handig bij elkaar en download daar ook alle Blender doelopdrachten. Maar ik heb nog meer voor jou. Ik heb ook een handig boekje gemaakt met een samenvatting, plus de gebruikte sneltoetsen en de doelopdracht voor elke video. Dus neem maar zeker een kijkje, maar niet voordat jij hier op YouTube op die abonneerknop en die bel hebt geklikt. En laat een leuke reactie achter. Dus, nu, doelopdracht nummer 1. Ga naar blender.org en download Blender. En dan like, share en abonneer en zet die bel aan, zodat iedereen deze training gaat vinden online. Slijp je potlood, maak die tekening en breng hem tot leven in Blender. Ik zie je op video 2. Daar gaan we even wat dingetjes instellen in Blender en laat ik je zien hoe de tool in elkaar steekt. Maak iets.